het nu gaat om de bouw van een kolencentrale in de Wadden of om de bouw van een woontoren in het park, de overheid luistert niet goed naar wat de burgers daarvan vinden. Ze kijken veel te veel naar de economische belangen, vindt Frans Seidsma van de Rijksuniversiteit Groningen. Of je zeg maar, wel of niet een woontoren in het park doet of al dan niet natuurbeleid ten koste van landbouw laat gaan, al die ruimtelijke keuzes waar we voor staan, dan moet je op enig moment ook het effect meenemen wat die natuur voor mensen betekent, voor hun welbevinden. En dan heb je gegevens nodig daarvoor. En die zijn op dit moment niet voorhanden. Wij hebben een hotspot monitor ontwikkeld. Dat is een software tool waar mensen op het internet online kunnen invullen wat zij belangrijke, waardevolle, natuurlijke plekken vinden. En dat doen we dan ruimtelijk heel precies. Dus je komt binnen op je postcode, we weten waar mensen wonen, en dan vragen we naar 4 plekken dichtbij. En daarna in de regio, en daarna in het land, en daarna in de wereld. Dus van iedereen hebben wij 4 plekken en de plek waar ze wonen. Laten we de Wadden nemen. Natuurgebied, en je zou kunnen zeggen leftover area in ons urbane geweld. Hè? Daar gebeurt het niet, het gebeurt in de Randstad, het gebeurt in het Ruhrgebied. Wij zien dat er in Nederland, Duitsland en Denemarken, met onze tool hebben we dat ontdekt, zijn 14 miljoen mensen die als je ze vraagt achter hun computertje, dan zeggen ze nee, de Wadden. Dat leeft in mijn hart, dat vind ik een heel belangrijk gebied. Dan is het heel tricky. Je kunt zeggen, ik ben zo productief in mijn urbane omgeving. Ik kan dat uitstaan zeg maar, om altijd in die hokjes en met de netwerken en in de stad te zijn, omdat ik zo nu en dan ook eruit kan naar het ongerepte. Dus wij zien dat het qua welbevinden, ook van de stedeling, heel belangrijk is, terwijl hij dat niet is.